Hallo, ik ben Nico de Fouw. Ik ben directeur van InforCare. InforCare is een netwerkorganisatie die tot doel heeft om innovatieve oplossingen te implementeren in de zorg- en welzijnssector. En vandaag ben ik heel blij om het peterschap te mogen opnemen van één zo'n innovatieve oplossing die door de studenten van de UCLL ontwikkeld is en die ook genomineerd is voor de Moving Minds Award. Waarom ben ik enthousiast? Veel redenen. Ik ga er twee uitlichten. De eerste reden, ja, het is een innovatieve oplossing die ontwikkeld is door 5 studenten verpleegkunde. En ondernemerschap, innovatie, zin, op die leeftijd al mogen ontdekken bij studenten en bij studenten verpleegkunde, ja, daar kan ik alleen maar super enthousiast over worden, want dat zijn ook de skills, de vaardigheden die ze straks op het werkveld heel goed zullen kunnen gebruiken. En tweede reden natuurlijk is de oplossing op zichzelf en dat is de Sharpie. En wat doet de Sharpie? De Sharpie is eigenlijk een heel eenvoudig hulpmiddel dat het aantal prikaccidenten, prikongevallen moet kunnen herleiden. Ongeveer 10% van de verpleegkundigen geeft aan het afgelopen jaar slachtoffer geweest te zijn, als ik het slachtoffer mag noemen, van een prikongeval. Dat zorgt voor heel veel hindernissen, heel veel ongemak, zowel bij de verpleegkundige als bij de patiënt. En de Sharpie die kan daaraan verhelpen. Dus ik ben super enthousiast. Ik hoop dat jullie dat ook zijn. Dus ik zou zeggen, graag uw stem naar de Sharpie en naar deze 5 fantastische studenten verpleegkunde.